Goedemorgen. Wacht even. Goedemorgen, machinist. Hoog bezoek vandaag. U mag met de koninklijke... de koning van de Ledenstad naar Zwolle ter gelegenheid van de heropening van de Hanselijn. De lijn is weer in dienst na de kortsluiting die plaatsvond in de, plaatsvond in de bovenleiding. Stop onderweg op station Dronten. Veel succes. U maakt een extra... Zo, ik leer echt dat we niet meer lezen. Ja, dat klopt ook niet helemaal iets van de tekst. Maar in ieder geval, we mogen maximaal 160 rijden in ieder geval. Dus het komt helemaal goed. Dus laten we dit even snel wegklikken en dat scenario beginnen. Starten. Ik wou al zeggen, volgens mij klopte er iets niet in die tekst, nee. Allee, lee, lee. Hoi. Kijkt in een penetrail als scouttrein. Waar heeft Mau die panfluiters gelaten? Waar zijn die panfluiters? Zitten in de route. Echt. En wel goede herschippers in ieder geval. Nou, ze zijn goed verstopt in ieder geval. Kijk toch eens wat hier binnenkomt te rollen, jongens. Onder dit feestgebruis. Zo, wat een rust. Eén ding weet ik wel dat ik na de stream meteen ga doen. Dat verrekte orgel eruit gooien. Ja, dan ga ik die er ook uitgooien. Ik ben nou al klaar met die roddingen. Festivalstation Lelystad. Nou, inderdaad. Ja, maar volgens mij maakte die het gewone standaardgeluid van Frieson, volgens mij. Maar of het helemaal niet eens, überhaupt. Lekker stad Harbadov. Aus die gevaartrichtung nergens. Oeh, hebben we daar nog een flowy staan? Ik blijf wel expres even binnen, want anders wordt die herrie dag nog erger dag. Goed, nog eventjes en wij mogen hier vertrekken. Wat zal de koning wel denken van deze attackherrie hier? Ook iets van het lat. Maar Zwitserland moet hier nog een stukje 40 kilometer rijden. Dit zit in de ECTS verwerkt. Let dus goed op, met deze trein mag je 160 km per uur rijden. Waar dat is toegestaan. Oké. Okay. Dan wij. Zo, en met dat gaan we dit verlaten. Rap weg hier. Hoop ik alleen niet dat er daar in een keer van andere kopjes terecht dingen aan mijn je weet waar hangen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Laten we nu eventjes 80 aanhouden. Een best aardig wisseltje voor 80. Zal ik hier juist eerder een wissel van 60 verwacht hier. Zo. Van de tortillas. Dat klinkt ook lekker. Klinkt zeer goed. Ik ben blij dat ik 60 reed trouwens nog. Dus dan mogen wij lekker optrekken naar 140.
There we go. Net was 60, ja? Oké. Meer Patrick de Peter. Plus 1. Oh, mijn support heb je erin, always. Kijk, op zich vind ik het niet erg als je dat soort dingen erin zit, maar laat zo zulke dingen dan aan het scenario maken, zo, weten. Om dat soort creatieve dingen te doen. Want dan blijft het juist ook voor elk scenario juist leuk. Maar nou kunnen de scenario-makers in feite niks met een omroepje of met een extra dingetje daarop zitten. Dan vind ik dat soms ook wel een beetje jammer dan. Maar goed. Ja. Goed. Wij zijn in ieder geval... deden ze dat uit en we rijden naar Zwifterband. Waar komt eigenlijk die naam elke naam? Zwifterband. Moet dat er ook toevallig die ontwerper van die Zwiffer vandaan? Kijk mee. Ik weet niet. Moet ik even kijken, clip. Mocht daar animo genoeg voor zijn, wil ik daar best naar gaan kijken. Ik heb een fijne avond nog, slaap lekker en graag tot de volgende keer. Nee, precies. En anders zet ik het eruit, dan volgende week kan het ook nog, hoor. 160's. Maar goed, mochten de mensen toch... Nevermind, is alweer voorbij. De naam Zwifterband verwijst naar een gouw uit de vroege middeleeuwen die ten noorden van de Veluwe gelegen moet zijn geweest. Dit gebied is echter grotendeels in de golven van het latere Almere meer verdwenen. De naam zou zoiets als links gelegen betekenen. Het zou dan de tegenhanger zijn van Teisterband, rechtsgelegen een andere gouw uit de vroege middeleeuwen. Deze gouw lag in het rivierengebied. Oh, dat wist ik nog maar net niet. Ja, interessant. Maar ik wil eigenlijk zeggen dat ik niet zo heel erg thuis ben in de rivieren en de meertjes natuurlijk, maar... sowieso ben ik niet helemaal thuis in de middeleeuwen, maar dat tezijde. In ieder geval, dankjewel, Alwis. Ik ben van jou ook een goede avond, ook welkom. We rijden op dit moment tussen Lelystad en Zwifterband. As we speak, waar we zo aangekomen. Een beetje de goede stand zien te vinden. In ieder geval gaat het best aardig. Een beetje te vroeg, maar dat komt goed. Kom maar ook een goede avond en welkom. Dan zien we daar nog een 186 staan. Pauze. De hoogspanningskabel boven Zwifterband waren door de oorzaak van de langdurige sluiting van HSL door de kortsluiting kwam de kabels tegen de bovenleiding aan, waardoor de infrastructuur van de HSL letterlijk gefrituurd werd. Nou, dat kan je zeker zeggen. Het heeft proberen maanden gekost om alles letterlijk opnieuw aan te leggen, inderdaad. Het was maar een werkje ook, ja. Zo. Dan zien we weer een van de weinige gebruikte 186's, powered by ProRail. Dat kunnen ze ook letterlijk zeggen. Kijk wee. Eerste flat, welkom. Zo. Mooi testtreintje zo, met al die wagonnetjes ertussen. Mooi hoor. De powered by ProRail, daar was er eentje van, dat was de 186-111. Oh, een leuk detail trouwens over de 186-111. Is abgeplakt. Goed. We mogen zometeen weer een stukje verder rijden.
kleine 11 kilometer te gaan naar de ronde. Ja, klopt. Zeker HSL dan? Zo ja, dan zo. Ik bedoel natuurlijk de. Hanslijn. Zo. Oh, echt? Lol. Had jij zelf de snelheden toevallig hier aangepast, maar naar 40 of iets? Of... Oh, zo. Ik wou wel zeggen, want normaal zou je het hier gewoon met 160 voorbij kan, of 200. Maar dat maakt sense dan. Ja, voor mij is dit de tweede keer überhaupt dat ik in general op deze... De binding rijdt. Hey, reed daar nou letterlijk de politie rond? Het houdt niet op. Niet vanzelf. Ik wou net zeggen. Een grote wil je wel niet hebben. Ze draaien nog ook, hè? Ik wist dat iemand dat zou gaan zeggen. I knew it. Papa, geef me een pak slaag met je windmolen. Hij is gewoon weg. Dankjewel, Julian. Nice. Lekker hoor. Lol, ik had het niet eens in de gaten. Ik had serieus niet in de gaten. Ik zat te kijken, huh? Wat heeft hij gedaan, die jongen? Het is ziek hier, denk ik. Ah. Oh, geweldig. Nice. Dank je. Goed, over 4 kilometer moeten we aankomen in Dronte. Wacht, was Dronte niet dat perron waar ze toen nog met kettingen aan hebben gelegd om te zorgen dat die mensen niet van het perron afwaaiden? Vooral weer recht op zijn. Oeh. Oh, dat was op Campus uit. Oh, goed. Mooi, mooi, mooi. Get spam. Hyped, hyped, hyped. Het school cat in the house.
Clipcat in the house. Ja. I saw. Dankjewel, Diego, dankjewel. Zo. Het zal rustig aankomen natuurlijk, hè, want de koning hoeft niet dronken te zijn dadelijk in de ronde. Op het gemakje binnenrollen. Dus dan is daar helemaal door elkaar geschudden. Want we niet hebben natuurlijk. Swiftly and with style. En die fijne avond, slaap lekker joh, en tot de volgende. Noorderkampen 2.0. Ja, in een nutshell wel, ja. Toet Doezeman toch? Wie? Goed, we zijn een half minuut te vroeg met de koning. Ja, voor de mensen die het nog niet hadden meegekregen, we rijden op dit moment met de koninklijke ruitruigen in combinatie met een 186. Zeer fraai. Twee stuks hebben we erbij. We hebben de 0736 voorop en we hebben de 186-02 achterop. Tussenin zitten de SR 10, 11 en 12 met in de buitenkant de 11 en de 12. En aan de binnenkant hebben we de SR 10. En het mooie hieraan is dat deze variant in het midden is net iets anders dan die andere twee zoals je ziet. Dat komt omdat ik hier namelijk een speciaal mooie onderbak heb gemaakt eronder. Zoals het ook in het echt is natuurlijk. Zodat alle extra materiaal dat eronder zit, alle benodigdheden, airco's, al en dat soort dingen weten. Hallo! Dat dus. Dus ja, dan moet ook allemaal voorzien worden natuurlijk. Hij is nog niet helemaal optimaal, maar in ieder geval voor nu optimaal als we hem kunnen maken in ieder geval. Dus dat is zeer netjes. En zoals je misschien nog niet in de gaten had gehad, deze mag natuurlijk ook bijna godgans Europa doorrijden. Dus dat is wel netjes. Het was een beetje wel nog een discutabel punt of die nou tegenwoordig op de Watergraafsmeer of op de Maastricht nog stond. Maar we zijn maar vanuit gegaan dat hij op de Watergraafsmeer gestationeerd stond. Omdat het meeste was waar we het hebben kunnen vinden. Volgens mij hadden we iets verder moeten staan als ik zo die vent zie staan. Na maanden zonder verbinding naar Ledenstad kunnen treinen eindelijk weer verder rijden. We trekken nu richting Zollywood. Nogmaals 160 toegestaan. Dawaai. Zo. De opgevoerde NS-metro. Bedoel je dat stuk plastic van genaamd SNG? Ik geloof wel dat ze hem al bij hebben gesteld, maar in het begin was dat ding echt bizar. Ik denk dat bij de meeste mensen wel dat stuk plastic ziet zo van, nee. Nou, dat doe je goed. Zo. Olé. Iemand over kaps, hè? Lekker.
Goed, ondertussen gaan wij lekker door naar Zwollywood inderdaad. Om een kleine 26 kilometer zo te zien. Zo. Nee, Gavin, nee. Dan mag jij eentje zonder hebben, maar bestelt wel eentje met en dan geef je de saus wel aan ons. Ik vind het helemaal prima. Deal? Des te meer saus hebben wij. Absoluut. Ja, daarom dat ik kan zeggen, dan geef het maar aan ons. Ja. Ze zeggen al vaker aan Wietem Kaat, die kan hem terug verwachten. Saus met vlees. Nee, maar we mogen al blij zijn dat we 160 met dat ding mogen. Ja, gezien dat de Taurus niet toegelaten is en de Vectrons niet hadden mogen dan 100, ja, dan hebben we er niet veel aan. Maar ja, daar hadden we nog niet veel aan gehad, want de ICR'tjes mogen niet harder. Ja, maar de nieuwe tractie van de NBS, dat zijn de 188's of 187's. Ik dacht de 188's inderdaad, en die hebben dat wel als toelating, ja. Maar die zijn ook een stuk nieuwer dan deze. En volgens mij worden die ook in twee series gebouwd, ook echt specifiek voor vracht en specifiek ook voor goederen. Terwijl deze lok eigenlijk alleen maar voor ontworpen is voor goederen. Ik daar terug naar 160. Oh, wacht, maar rij al 160. Dus dan gaan we het water onderdoor. Gaan we de grappenroos even de third rails bijpakken. Die hadden we nog niet aanstaan vandaag. Dus laten we dat eventjes doen. Arme koning. Nou, ik weet niet of de koning dat jammer vindt. Plastic. Holy moly 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 moly. Oké, schoon. Daarbij. Ja, het is ook toevallig dat ik hem heb gezien. Dat ik zoiets even afremmen tot ik beter zie wat het foto's zijn is. Want ik had al het idee dat het een vals sein was, maar just to be sure. Laten we nog even een lekkere drive-by doen hier. En... Boeiaka.
Jazeker, alleen zoals Dutch al zei, zijn de machinisten er nog niet voor bevoegd. De enige treinen waar het op dit moment gebruikt wordt is de de Tantalise, de ICNG en de 186 en Eurostar. IC3 niet. Want die rijdt in Nederland niet op ECTS-bakers. Nou, wel. Wacht even. Dat ligt eraan. Ook niet altijd. Sommige machinisten mogen inderdaad onder ECTS rijden, maar ook niet alle. Dat ligt eraan. Er zijn ook heel veel machinisten die kiezen gewoon om daar gewoon ATB te blijven rijden. Ja, het kan, maar het wordt alleen niet altijd gedaan. Ja, oké, dat is waar, ja. Dat is waar. Ja, dat is waar, dat was ik even vergeten, dat stuk, ja. Nou, ik bedoel de hoofdzakelijke inderdaad dat Amsterdam-Utrecht inderdaad. Ik zou zeggen, daar wordt niet altijd mee ECTS gereden, laat ik het zo zeggen dan. Nee, precies. Zo. Dus hebben wij nog een goede 9 kilometer te gaan naar Zwollywood. Hey Ossie. Ja, dat heb ik al vaak gehoord, ja. Heel veel mensen, ja, dat het Utrecht-Amsterdam echt een ramp is, ja. Ja, nou, dat dus. Lol. Ja, dat is waar. Oei. Zeg nog 140. Maar dat maakt niet uit, liever te vroeg dan te laat. Ik vind hem helemaal mooi, 140. En 3, 2, 1, bang. Huh? Waar zit de ECTS? Ik had toch verwacht dat hij daar al was. Inderdaad. Of gaat hij echt pal voor het zijn eruit hier? Ja, dat zou ook nog kunnen. Poing. Nee. Waar eindigt die ECTS hier? Hier dan of wat? Wauw. Dat is later dan ik had verwacht, joh. Nog meer de koplopers. Lekker hoor. Helemaal mooi. Laat ik even doorremmen naar 60. Zien we daar nog blauw net staan. Lol, dankjewel Kelvin.
ja, Kyodes bedoel, hoe dat allemaal heet daar. Nog meer koplopers. Het is wel echt de koploperdag vandaag. Pok, pok, pok. Nog meer 6400 in lek. Nog meer ICNG, in dit geval in de zwarte uitvoering. Misschien was wel, wel Daniel, wie weet. Kan ook nog. Alles, die hebben we vandaag al een keer gezien, hè, met de 6461. Ja. Dat ik niet van niets zei van, hè? Dat zou gewoon de naam van de 6461 moeten aanpassen naar Ossie. Dat vind ik nog niet zo'n gek idee. Ja, precies. Ik heb nog geen slecht idee, als ik zeg. In plaats van Ron, Ossie. Sounds a good plan. Goed, wij komen bijna aan op onze eindbestemming en dat zal zijn spoortje 1 tussen Hollywood. Oh, echt serieus? Lol. Nice. Nog meer koplopers? Ja, ik weet het zeker. Dit wordt de dag van de koplopers. Ah, ja. We zijn in ieder geval keurig op tijd hier, Rome. De hele delegatie staat er al. Olé. Nou, inderdaad. We zijn lekker keurig op tijd, dus dat kunnen we ook mooi neerzetten. Misschien een beetje te rustig. Dit wordt wel krap op het seintje staan, denk ik, Iro. Ah, is doable. Ik zit er te denken, gaat het überhaupt wel passen? Nee, het gaat niet passen. Oké, ik had nog net iets naar voren kunnen, maar toch. Dan had ik het alsnog niet gered. Dan hadden ze maar dat ding hier moeten leggen. Zeer mooi. Goed, en anyway, in dat geval zijn we in ieder geval toch aangekomen hier in Zollywood. Met ons koninklijke ritje. Wil je dit nou zelf ook spelen? Check natuurlijk even. Je ziet de link onder in de beschrijving. Mocht ik dit op YouTube zetten. Zo niet, zal ik zeggen. In ieder geval, check hem even op Dutch Hems. Dan moet dat helemaal goed komen. Goed gedaan, de koning stapt hier over op de gereedstaande ICNG om voor een snelle terugrit. Een andere machinist rijdt de trein weer terug naar Amersfoort, waar de koninklijke trein wordt gestald. Scenario gemaakt en voltooid door Mie. Oh nee, scenario gemaakt door Mouw. Kijk mee. Nee, Mouw heeft het scenario lekker gemaakt inderdaad. Het was een vrije ritje natuurlijk en na anderhalf jaar weer eens hier op te hebben gereden.
Dus zeer mooi. Next!